Ze mag nog een keer gooien, dan komt ze precies op dat vakje. Willen? Oeh! Kijk, daar ben ik heel blij mee. Jammer genoeg is dat net degene waar ik op stond, maar... Ja. Hey! Vind ik wel een interessant vakje in ieder geval om op te komen. Mm-hmm. Maar daar is ook geen Monopoly op, hè? Moet ik 6 gooien. Dat is geen 6. Wil je iets voor me doen? Ja, dat vakje kopen. Dat kopen en dan krijg jij van mij 700. Ja, is goed. Weet je wat? Ik heb het beter gemaakt voor je. Echt mooi dubbel de prijs, want hun kunnen er beide niet op landen. Oh ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Helemaal prima. Nou heb ik jou ook even iets meer in het zadel, naar 5000. Mm-hmm. Want Stella is net onder mij, ja, die is net daar. Dus de kans dat zij erop landt is niet zo heel hoog. Nee. Deze heeft wel het hartje nodig, maar die moet zometeen wel boven... Bovenlangs. Bovenlangs. Nou. Nou, nog meer geld. Yay! Nee. Zijn dure praktijken geweest. Domme. Maar als het dan was geland, nou... Dan was het feest. Nou ja. Nou had zij het wel gewoon uit de zak kunnen betalen overigens. Ja, maar ik hoor dat zij de hoeveelheid stocks die zij in mij heeft, langzaam zeker verdwijnen. Dat wil ik graag. Ja. Nou, zoveel hebben ze niet, toch? Nee. Ja. Nou ja, je kan niet betalen, je hebt 700. Ja, dat is waar. Nu alleen maar hopen. 6. Ja, ik moet boven langs. Monies. Ja, onderlangs is 140 en dat is voor mij te duur. En ik kan de shops wel gaan buyouten, maar ik wil eerst wat meer. Als ik richting een promotie ga, dan wil ik wel wat roekelozer spelen. Maar ik heb eerst wat meer zoets nodig. Yup. Ja, nu loopt zij weer voor. Het gaat wel hard nou ook, hoor. Ja, maar die gaat al een hele poos hard, omdat ze ook iedere keer zulke dingen krijgt. Ik snap alleen haar keuzes. Oh, die gaat ze nu voor ze of niet? Waarschijnlijk, ja. Maar ja, ze kan het betalen. Ze heeft genoeg stocks. Ja. Ja, maar dat zagen we al een tijdje aankomen. Biedt wel perspectieven voor mij. Zou ik gewoon kunnen kijken of ik gewoon die gele shops in het midden van deze kan kopen? Of denk je niet dat ze dat doet? Ja, zou ik zeggen, probeer maar. Ja. Volgens mij net. 1. Kut Daisy. What the fuck? Kut Daisy. Betalen, bitch. Normaal niet zijn ze zo gefocust op promoties. Alleen dit keer niet, jong. Ja, oké. Okay. Even kijken. Shop value. Zou ze dit doen, denk je? Weet niet, ik kan het proberen. Ja, ze doet het. Dankjewel, Siri. Ja. Word ik meteen gehaald. Zou ik deze ook nog proberen? Hoeveel geld heb je? Je kan het proberen, maar net betaalde je ook al flink daarvoor, hè? En dat gaat tegen de 1000 aan. Oh.
Dat wordt prijzig, maar je hebt wel de kruising. Nou, deze gaat ook weer fijn, maar deze hier is zelf wel mee in de voet geschoten. Mm-hmm. Want leuk kruispuntje is dit geworden. Ik vraag maar één ding van jou. Ja. Pompen. Ah, ik kan niet bij mezelf pompen. Oh. Nee. Wat moet ik nog? Oh, alles, jij moet alles nog. Net zoals mij moet je alles. Laat ik deze kant op gaan. Ja, de kans dat jij nu door deze monopolie heen komt is misschien wat hoger, ja. Ja. Want als ik niet hoog genoeg gooi, dan ga ik ook gewoon eerst onderlangs weer. Klote zooi. Ja, het zal misschien niet heel erg zijn als ik met jou swap. Ja, je swapt met mij. Nee, ik swap. Nee. Nou, weet je wat? Oh, weet je wat? Ik swap dat is prima. Niet. Dat vind ik prima, want ik sta op haar monopolie, dus... De kans dat ik hieruit kan komen is op zich aardig hoog. Het enige jammer is dat ik even die blauwe dan later opnieuw moet halen. Ah. Ah, ja. Daar ben ik heel blij mee, hoor. Ik gun jou de win, maar... Nee, ja, kijk, zo bedoel ik. Ja, kijk, nu gun ik het jou wel. Nu wil ik best op jou landen. Wat krijg... Ik kreeg een sudden promotie. What the fuck? Een sudden promotie? Wat een onzin weer. Nou ja, al lang genoeg in dit spel speelt, heb je alle kaarten op het bord gehad. Ja, dat snap ik. Maar voor mij is het allemaal nieuw. Ik wist niet eens wat er gebeurde. Ja, buy the shop at 5 times its value, dan buy ik hem zo terug. Ja. Ah. Ja, dat is, gelukkig pompen we niet zo heel hard, dus 210 nee. Valt nog mee. Ja, alleen nu moet ik weer langzaam zeker wel alle zoets gaan verzamelen. Want die zullen promotie kost wel alle zoets die ik destijds had. En ja, het zijn er maar twee, maar ja, het zijn er wel twee. Mm-hmm. Als ik op mezelf kan landen, zou het mooi zijn. Je kan op een zoet landen. Je hebt me ingehaald. Kutzooi. Even, ik moet dat nog een... Hoog. Dat is niet hoog. Nou, 33 is 33. Hij staat alsnog in de min. Mm-hmm. 4, net niet. Zij komt ook iedere keer weg. Ja, hoor. Het is echt... Nou, maakt het uit voor haar? Nee. Nee, ze doet het wel. Dit is echt niet te geloven. 2. Dank u. Nou, nog beter. Eigenlijk was dit nog beter, want anders had ze misschien omhoog gegaan. Ja. Nu had ze geen keus. Ze zit al zo lang op die promotie. Ja. Nou, komt mooi uit. Hé, hey, we staan weer gelijk. Hey. Alleen, ze hebben bijna geen rijen meer over. We hebben nog maar 2 rijen over. Oh, dit is ook leuk. Ja, 10% below the market value. Dus je moet degene pakken die over het algemeen naar verhouding duurder zijn. Deze? In mezelf? Oh, dat is niet... Nee, dat is niet handig. Niks. Kijk, bijvoorbeeld deze. Gaat niet omhoog, maar in plaats van 43 betaal je 39. Ja... Dus ja, het zijn vaak degenen die hoog in stok zijn die je wil dokken. Klopt, maar ik heb niet zoveel ready cash. Dus dan kan ik misschien beter wat goedkoper kopen. Mm-hmm. Dan krijg ik hem meer en misschien dat die dan straks nog wel omhoog gaan. Mogelijk. Dat had voor jou of voor deze ideaal geweest, want jullie hebben zoveel geld. Ja. Kan niks meer... Ja, deze... Kan ik die niks kan meer niet doen. Meer. Nee. Waarom is die zo gevaarlijk? Oh, je zit al op de 10.000, je gaat hem winnen. Waarom heb ik niet in die geïnvesteerd? Verdomme. Ja. Nee, ik heb 13.000 nodig, hè? Ja. Nou, Daisy, gooi even 1. 1.
Dat is dank één. Je, Daisy. What the fuck? Ze geven hem ook gewoon cadeau, hè. Dat is echt niet normaal. Wel, ja. Bijna. Bijna. Hey. Force buyout. Neem een hele monopolie over van iemand. Heb je die al? Die had ik al. Jammer. Nou ja. Ja, wat moet ik hier nou mee? Ja, zag ik te veel, hè? Of niet? Ja, het is net eentje te veel. Dat is kut. Ja, eigenlijk maar... wil je er één stap voor komen. Ja, als ik één had gegooid, had ik mezelf ook kunnen boosten. Was ik ook klaar geweest. Ja. Nou ja, dan maken we nog weer een ronde. En wie weet, misschien land ik nog op jou. Dat zou heel mooi zijn. Ik ga niks force buyouten. Twee. Nou, ze moeten keuze maken. Goed. De 69 heeft ze gedaan. Kijk, en nu is het mooie. Alles is nu hoog, dus Stella heeft eigenlijk geen keuzes meer. Nope. Nou ja, daar ben ik ook heel blij mee. Ja. En je hebt het hartje nodig, dus jij en ik... Pompen! Ik kijk heel veel met je mee, hoor. Waar kan je meest in stoppen? 2800. 16. Kijk, je kan toch niet 2800 erin douwen, maar... Ik denk dat ik voor die ga. Dat kan. Ja, er staat Stella wel al op, maar die gaat zo meteen die kant op, dus maakt toch niet uit. Nee. Ik ga voor die. Pompen. Jezus. Ik heb niks zo hoog, hè? Ja. Nou. 4. Wat kut. Dat is wel... Als je één gooit, ben je wel genaaid. Ja, maar als ik één gooi, kan ik kiezen. Omdat ik ja, dat weet ik, maar dan moet je... Dus dat is nog kut. Dan moet jij goed gaan gokken op je kruising. Ja. Waarom boost zij niks? Zij is een bitch. Ja, dat kan zo wel zijn, maar zij boost niks. Nee. En moet je nagaan, als wij ze hadden gespeeld op de manier zoals de CPU nu had gespeeld... Ja, had een lang potje geworden. Lang potje. Ten tweede, geen... hoe zou ik dat zeggen? Geen hoge dingen. Dus dan was misschien 300, 400 hoogste geweest. En zaten we nu op de 7000. Yep. Nou ja, dat zit ik nog niet eens, maar... Nee, maar je zit wel op de 6000. Hey, pompen. Wat die doen? Ja, eerlijk gezegd, maakt geen klote uit waar je in pompt, want alles wat je nou pompt, gaat toch flink omhoog. En ik heb nog een mooi zakcentje bij ook. Nou ja, je bent aardig verdeeld qua stocks, dus het maakt niet uit wat jij verkoopt. Ik koop die wel allemaal. Wacht, heb ik hier onderin nog meer? Nee, hè? Doe dat maar. Nou ja. Maar dat is ook een strategie die ik destijds deed bij Simon. Alles investeren, dan stocks verkopen. Maar omdat de stocks omhoog zijn gegaan, hoef ik altijd minder te verkopen dan dat ik zou moeten verkopen. Dat is geen slechte rol. Nee, inderdaad niet. Hey, die kant op, ja. Oké. Okay. Oh. Oh, dat komt weer goed uit ook, hoor. Is de strikte het rennen. Please, die van mij, want dan ben ik klaar. Die van mij, in de middelste... Oké, de mengelmoes. Oeh, ik heb er nu een van 11, yes! Yes! Maar je hebt er eentje die... Nou ja... Bijna 100 keer... Nou ja, 200 keer zoveel is. Yep. Nou, Stella, wat de fuck ga jij doen? Spruce things happening? Nee. Ze gaat waarschijnlijk wel naar de bank toe, maar... Dat lijkt me wel. Oh, net in het midden. Ja, net. Eerst nog, ik heb de ready cash om gewoon dat middenstuk te doen. Dit is goor. Dat is inderdaad heel goor.
Wat een kutzooi. Nah, dit is gewoon niet leuk. Ja, maar je hebt het niet uitgemaakt. Je was gefuckt. Meiden. Ja, maar had ik beter 1000 kunnen betalen. Ja, inderdaad. Maar volgens mij ben je... Je bent niet bankrupt, maar je moet shops gaan verkopen. Even kijken. Ja, ik zou zelf beginnen met die 63 rechtsbovenin. Wacht. Die. Ja. Ja, voor die 11 krijg je niks, dat weten we wel. Ja. Dus genoeg. Ja, en dus zelfs die winkel was dus niet genoeg geweest op zichzelf. Maar ja, nope. Als jij dat straatje had verkocht, had ik moeten vechten met Stella. En dat wil ik ook niet. Yeah. Jij moet even klikken. Ja, dames, ik laat er niemand betalen. Nee, ga jij sowieso kopen? Dat ready cash van jou slaat nergens op, trouwens. Nee, klopt. Nee, maar als je ook even kijkt. In principe zou... Jij moet klikken. Zouden ze monopolies kunnen creëren nu? Mm-hmm. Nou, daar zijn ze alsnog geen gevaar voor mij, maar... Slaat alsnog nergens op. Kijk, qua totaal ga ik nu wel naar beneden. Gaat niemand deze kopen? Oh. Misschien als de CPU een beetje traag houden nou. Nevermind. Want stel nou, jij hebt alle shops verkocht. 100% Stella gaat ervoor. En dan heeft ze een hele linker kwadrant voor haarzelf. Yep. Nou ja, ik hoef niet uit te leggen dat het gevaarlijk is. Mhm. En als ze hem nou moet force buyout, dan ben ik er alsnog. Dat klopt. Als deze zelf er één gooit, hoef je eigenlijk één. Ja. Nog een keer gooien. Warp naar de bank. Nou oké, round the clocks. Nou, dit... Ja, warp. Geen zoets heb ik al. Nope, helemaal niks. Nou, Stella, wat ga jij doen? Ik ga naar de bank. Even kijken of ik ze nog op de vouwreep even nog een hak kan zetten. Inhalen doen ze me sowieso niet meer. Ik ben nog weer. Het zit ook niet mee. Ik heb niet genoeg aan die ene, dus dan moet ik eigenlijk niet meer verkopen. Nee, is net genoeg. Precies genoeg. Oef. Zo. Ja. 7. Oh, dat is niet genoeg, hè? Nee. Wat ga je doen? Geld. Dan moet ik even iets anders doen. Wacht even. Oh.
Maar dan gooi je wel gewoon even zout in de wond, hè? We hadden ook eventueel dingen kunnen doen. Je had ook kunnen ruilen. Ja, fuck it. Voor het symbolische bedrag van 1 euro. Jee! Kijk, je kan zeggen, ik kan er niet meer op landen. Mm-hmm. Maar ja, weet je wat? Ik kan Joe nog op deze manier een beetje gunnen. Jee! Niet helemaal waarloos. Nee, maar dan ben je tenminste ook niet laatste, hè? Oh, nu nog wel. Nou ja, nee, niet. Nou, oh, ik wou net zeggen. Even nog op de valreep even. Oh, er wordt nog gespruced. Doe die een, doe die ander. Wat, deze? Ja. Ja, sure. Ik hoop echt dat iemand... Wacht. Oh nee, ik ga de andere kant op. Ja, jij gaat de andere kant op, ja. 4. Ah, ze komt nog weg ook. Ja, zij moet slapen. Ja. Maar ja. Maar moet je dan nagaan, hè? Ze zit nu op 10.000. Yep. Zij heeft niks gedaan. Zij lift op mij mee. Nou, dankjewel. Ja. Niet dank je. 1. 1. Oh, dat is ook goed. Ik had toch moeten investeren in die andere, hè? Ja. Nou ja, dus alsnog laatste. Twee. Nou. Als ik laag gooi, dan heb je nog misschien een kans om er even in te komen. Mm-hmm. Ik ga ook gewoon puur flauw doen. Ja, dit is wel jammer dit. Ja, gooi nou maar. Ja, Jos, prima. Pardon. Omdat ik Stella nog een hak wil zetten als ik er niet op kom. Dat is mijn hele punt. Die Stella komt al met veel te veel dingen weg. Gefeliciteerd. Ik heb geen idee hoe, eerlijk gezegd. Doordat er wel mensen op jouw ogen dingen kwamen. En die mensen waren vooral ik. Ja, voornamelijk jou. Ja. Ja. Toch aan het einde niet vanwege waarschijnlijk. Ik ben vierde geworden. Nee. Bedankt voor het kijken. Kijk eens even hoe het is gegaan. Laatste kwart of zo. Huppakee. Helaas. In ieder geval, iedereen bedankt voor het kijken. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. En tot de volgende Fortune Street. Adios, amigos.